Ik en Joke Eekhart van Gerlof. Hallo. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik zit momenteel op newschool.live. Hun gaan als eerst, als het goed is, die game mode UHF releasen. Maar ja, laten we alles eventjes bij langs gaan. Dit is de owner, newschool_live. Oftewel Pascal, stel je voor. Hey, ik ben Pascal, jongens. Welkom op de server straks. En we hebben hele leuke dingetjes in de games. Dus, ja, wat ik het leukste vind aan deze server is de knockback, maar daar gaan we zo meteen naartoe. Nou, dit is dus de spawn. Ik heb eventjes OP. Nou, dit is de VIP mine. En daar is de normale mine. Nou, dan gaan we eerst even kijken in de normale mine. Nou, het begint sowieso super leuk. Hier kan je mooi kijken naar de donor mine. Maar daar kan je alleen heen als je een rank koopt. Over ranks gesproken. /buy, er komt nog korting overheen. Hoeveel procent, Pascal? Ja, we gaan waarschijnlijk 50% korting doen tijdens de SOTW. Maar die geldt ook alleen voor tijdens de SOTW. En daarna gaat die gewoon weer terug. Oké, dus stel je zou een rank kopen op de SO2. Dan is Emperor rank, de hoogste rank, maar €21,25. Dus dat is best wel goedkoop voor een toprank. Dus het is prima betaalbaar voor mensen die gewoon een rank willen. Nou, je kan hier ook lekker in een minecart zitten in de normale mine. Dit is dus de donor mine. Ja, als je dus een rank hebt, heel veel diamonds, dus je kan hier heel veel geld verdienen. Ja, als je een rank hebt als eerste, dan is het eigenlijk gewoon free voor je. Er is ook nog een VIP mine. Later als ze custom ranks gaan toevoegen, dan wordt dat een speciale mine voor de custom ranks. Maar bij de SOTW gaat die mine ook open, aangezien de normale mine dan veel te vol is. Dus dan kan je hier gewoon naartoe. Dus daarom ziet het er ook een beetje oud nog uit. Omdat het alleen bij de SO2 open gaat. Dus je kan hier heel veel ores verzamelen. En ja, dat is eigenlijk het mine gedeelte. Right, dan ga ik nu even knippen. Alright, we gaan dus nu eventjes naar de shop toe. Even kijken, XTP, de owner eventjes. Zo. Dit is dus de shop. Kunnen spelers ook /shop of kunnen ze alleen hier in de shop? Ze kunnen het altijd. Gewoon /shop altijd. Oké, nou, dit zijn dus de potions. Alright, dit is dus de shop. Hier kan je dus je armor kopen, je bard effect, je boog, je sword. Eigenlijk gewoon net zoals elke UHF server. Alleen je kan nog een belangrijk puntje in de shop. Je kan ook alles cellen, alles wat je hebt. Ja, dit is eigenlijk net zoals elke UHF server. Ik ga anders wel eventjes naar de kot toe. Ja, mijn dingen doen het, mijn permissions doen het scherm. Alright, dit is dus de endcult. Het is een soort piramide. Het is eigenlijk best wel nice om te cappen, dan kan je zo stukken. Ze kunnen van elke kant komen, dus dat is ook wel cool. PvP'en? Inderdaad, ja, je gaat mij toch helemaal... Dat doe ik nu al. Dus ik vind de knockback hier echt super chill. Het is eigenlijk volgens mij vanilla. En kill. Ik ben gewipt. Alright. Oh, je had ook nog geld op je. Your balance. Nice. Vliegen als het goed is nu naar één call toe. Dus één pijl staat niet op span. Maar Northeast gaat wel eentje naartoe. Dat is deze. Dus dit is in principe gewoon een prima kot. Ah, dit is dus de andere kot. Dit is dus ook een kot. Ze hebben vier kots. Dus drie vlakbij span en één in de end. Dit is er ook één. En dit is de laatste kot. Hier is ook een aantal gangen waar je naartoe kan komen. Dus voor hun map 2 doen ze het al super goed. Ze zijn al blij dat er een aantal van jullie komen spelen. Dus daar hopen we en zeker op. Ook, tijdens de SOTW komen er via Discord komen er giveaways. Diverse ranks en dergelijke worden weggegeven. Zullen we hier nog een 1v1 doen om het af te sluiten? Kunnen we doen. Ik zal je wel even inmaken. Niet heus. Oké, prink heb je ook of niet? Je moet wel je gapples eten. Zal het doen. Oké, dan gaan we dan. Het eindgevecht tegen de owner. Deze server heeft echt de beste knockback, mensen. Niet normaal. Kijk dit dan. Oké, je moet wel gappen. Oké. Wel gappen, niet quickdroppen. Dan leren we de owner ook nog eens wat, dat je niet moet quickdroppen op UHF. Wel gappen, hè? Wel gappen. Eigenlijk ben ik alleen maar bul, toch?
Je moet gappen. Oké. Ik laat hem even goed gappen en daarna gaan we kijken of we hem kunnen quickdroppen. Oh, hij vliegt. Oh, dat mag niet. Dat is abuse. Oh, wacht. Dan moet hij weer even naar de grond weer. Oké, dan gaan we dan. Kijk, deze knockback mensen. Niet normaal. Dit is toch niet normaal. Oh, ja, moet je niet gappen? Nou, purlen we mensen. En... Oh. Kijk, daarvan gaat alle OP gaat uit de game. Jij moet echt een PvP lessen. Go. Ja, dus stel je houdt eigenlijk helemaal niet van UGF, dan kan je gewoon dat spelen. Je kan spelen wat je wil. We hebben dingen is ook heel leuk om te doen. Skyblock met allemaal Iron Golems en weet ik veel allemaal. En ja, het is gewoon voor iedereen wat wil. Dus, en altijd wat te doen. Maar ja, we zijn dus vooral voor de UGF om te promoten. Dus UGF SO2 is zondag om 2 uur. Wees er zeker bij. Kom allemaal massaal. Het is 10 man factions. De Discord staat in de beschrijving van New School. Het IP staat in de beschrijving. Maar ja, als je in de Discord zit, dan kom je ook al achter het IP. Ja, misschien kan je ook hier staf worden. Het is allemaal mogelijk hier. Dus ja, check de beschrijving. En tot de volgende video.